grandma Rimbo groeten en ik meld dat er op dit ogenblik meer stemmen opgaan en die vragen of het nou eens geen tijd wordt dat Suriname de doodstraf weer invoert. Een hele serieuze en heftige vraag. Want je hebt het over het leven van iemand. En hebben wij nou het recht om iemands anders leven te nemen? Nee. Aan de andere kant zegt die mevrouw, ja, maar heeft die moordenaar wel het recht om het leven van, in haar geval, mijn nicht te nemen en nu in de gevangenis te zitten, over een tijdje, dan loopt hij weer rond, kan hij weer hetzelfde doen. Nee, Paul, ik denk, je kiri was maar, we kiri u baka. Dat wil zeggen, als je iemands leven neemt, lever je jouw leven in. Voorwaar, dit is geen kattenpis. Beste vrienden, er zijn vele argumenten en ik wil het hierbij laten, maar u wel vragen om erover te gaan denken. We schuwen geen enkel onderwerp. Denk erover. Want wat merk je, zegt die mevrouw, en dat is ook toevallig zo, er zijn steeds meer mensen die anderen gewoon doodschieten. Ben je roof? Dood. Moos dood. En moeten die mensen dan een straf krijgen van 5 of 6 jaar en dan de gevangenis uit en gaan wandelen? Nee. Zij vindt dat iedereen die iemand het leven berooft, het leven ontneemt, zijn of haar leven moet inleveren. Beste vrienden, er zijn in de wereld meer dan 100 landen, waaronder Amerika, die de doodstraf hebben en hem ook uitvoeren. In het Midden-Oosten zijn er heel veel landen. China doet dat, Indonesië en nog een aantal andere landen doen dat. De vraag is of we in die lijn van die landen moeten meegaan. U hebt net het geval gehoord van onze vriend Peter R. de Vries. Lastig punt is dat, no? Man schiet jouw man of je papa of je schiet dood en dan wordt de dader beschermd, hij krijgt te eten, hij krijgt te drinken en hij gaat lekker in de gevangenis zitten totdat zijn straf is afgelopen. En de staat die zorgt ervoor. Die mevrouw die mij deze argumentatie stuurde, heeft iemand verloren op deze manier. Dus u kunt weten wat er bij haar speelt. Beste vrienden, ik vraag u om te denken. Niet om een oordeel te vellen. Gewoon om te denken en om uw gedachten met ons te delen. Op de YouTube-video's in de comments. Dankjewel. Schrijf je in. Subscribe. En weet ook dat we morgen 17 juli om 3 uur Surinaamse tijd, 8 uur Nederlandse tijd, ons eerste webinar launchen. En daar gaat het om storytelling, het ultieme instrument
om te communiceren. Storytelling, the ultimate communication tool. Beste vrienden, ik zie u later.